Je kijkt naar het weersjournaal van Weerplaza. Er ligt wat bewolking boven Nederland en boven de Noordzee liggen er dikke wolkenpakketten voor ons klaar. Tussendoor wel ruimte voor wat opklaring en die wolken die brengen buien. Die buien kunnen een winters karakter hebben met kans op hagel, onweer, natte sneeuw, misschien zelfs ook wel even echte sneeuw. En tussendoor schijnt dan af en toe de zon. Vanochtend is het 2 tot 4 graden, vanmiddag 3 tot 5. Langs de kust waait het krachtig in het binnenland overwegend matig. Tijdens zo'n bui kan het dus even glad zijn, maar buiten de bui om dooit de winterse neerslag wel weer weg. Vanavond en vannacht kan er landinwaarts wat makkelijker wat sneeuw blijven liggen. Uh, maar goed, tegelijkertijd neemt de kans op neerslag wel wat af. Tussen de buien door nog altijd kans op opklaringen. En temperaturen die dalen tot dicht bij het vriespunt. Morgen wordt het weer 3 tot 5 graden met aanhoudend kans op winterse buien. In de hogere delen van Nederland kan sneeuw even blijven liggen. In de lagere delen is daarvan geen sprake. Zondag dan, een dag met grote verschillen. We krijgen te maken met een neerslaggebied. Van het zuidwesten uit gaat het sneeuwen. Die sneeuw gaat over in regen, maar dat duurt in het noordoosten van het land echt een poos. Daar rond het vriespunt in het zuidwesten 7 graden. En vanaf maandag is het zachter. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.